Panalpina is een transportorganisatie die zich focust op value-added services in de logistieke sector. Nou, wij doen alles business to business, wij hebben geen consumers. Wat wij altijd doen is tussen de multinationals vervoeren over de hele wereld. En omdat wij een eigen netwerk hebben, kunnen wij gebruik maken van onze kantoren die in heel de wereld aanwezig zijn. Dus het zal heel belangrijk zijn dat wij heel erg close gaan communiceren met ons netwerk. De hoofdtaak die ik heb hier op de Business Unit Amsterdam als manager is te zorgen dat de verschillende afdelingen, import, export, douanezaken, maar ook de warehouse, met elkaar in contact staan. En voornamelijk te zorgen dat de klanttevredenheid gewaarborgd wordt. Als die zometeen goed staat, dan gaat hij er gewoon uit en dan komt de zending vandaag nog de deur uit. Ja. Het meeste wat mij bijblijft van de tijd van In Holland is dat voordat ik bij In Holland begon, had ik gewoon een basisopleiding. En vond ik het heel moeilijk om op een strategisch en tactisch niveau te gaan nadenken hoe ik met processen moest gaan veranderen. Ik was heel erg ad hoc georiënteerd. Van er is nu een probleem, dus er moet nu een verandering plaatsvinden. Wat In Holland mij heel erg geleerd heeft, is voornamelijk het strategisch kijken naar een project. Het strategisch kijken naar een verandering. En dat alles bij elkaar heeft mij de mogelijkheid gegeven om een completere manager te worden binnen de organisatie. We hebben 2600 zendingen gebudgeteerd. Dat mochten we met 36 FTE doen. Wat ik heel erg belangrijk vind, wat ik zelf ook meegenomen heb, is ik werk ook met mensen van de bacheloropleiding die bij mij komen werken. Die werken part-time, die doen lichte werkzaamheden. Om ze een idee te geven van wat willen we nu? Willen we nou op een administratief kantoor? Willen we zo meteen in een warehouse terechtkomen? Je kunt met de opleiding van In Holland alle richtingen op in de transportsector. En dat kan bij een Panalpina, een expediteur, maar dat kan ook bij een leverancier zijn van ons.